Het zwembad van de winkelsteeg van zorginstelling Plurijn is permanent gesloten. De afdeling Bouw en Techniek van Sportfondsen Nederland adviseerde begin januari van dit jaar om het zwembad van de winkelsteeg zo snel mogelijk te sluiten in verband met constructieve en installatietechnische gebreken. Dat laat Plurijn weten. Plurijn heeft het advies overgenomen en het zwembad per direct gesloten. De slechte staat van het zwembad is anderhalf jaar geleden al vastgesteld door de Sportfondsen Nederland. Het advies was toen om het zwembad eind 2023 te sluiten of het voordien ingrijpend te renoveren. Plurijn laat het volgende weten. Renovatie heeft om financiële redenen niet plaatsgevonden. Wel is het hoogst noodzakelijke onderhoud gepleegd om veilig gebruik te waarborgen. Eind vorig jaar is Sportfondsen Nederland opnieuw gevraagd om onderzoek te doen naar de technische staat van de voorziening. Dat onderzoek is nu afgerond met het advies om definitief te sluiten als resultaat. Een bezorgde ouder die graag anoniem wil blijven heeft ons laten weten dat de sluiting van het zwembad een grote impact heeft voor haar kind. Maar ook voor alle anderen die wekelijks gebruik maken van dit zwembad. Door het personeelstekort binnen de zorgsector is er weinig tijd voor beweging. En de sluiting van het zwembad zorgt dan ook voor veel onbegrip van de bewoners, laat zij ons weten. Plurijn laat weten het jammer te vinden dat het zwembad dicht moet en begrijpt de teleurstelling van gebruikers. Maar stelt dat de veiligheid van alle gebruikers voorop staat. Plurijn ziet het belang van bewegingstherapie in het water voor bewoners van Plurijn. Daarom wordt onderzoek gedaan naar mogelijke alternatieven, zonder dat daarvoor een volwaardig zwembad hoeft te worden geëxploiteerd. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan een kleinschalig therapeutisch behandelbad. In de tussentijd worden voor bewoners van de winkelsteeg alternatieve vormen van bewegen georganiseerd. De GGD Gelderland-Zuid is gestart met de bouw van een nieuw pand. Donderdagmiddag werd hiervoor de eerste steen gelegd door bestuurslid Jan de Geus. De nieuwbouw is nodig omdat het huidige hoofdkantoor van de GGD Gelderland-Zuid aan de Groenewoudseweg niet meer aan de eisen van deze tijd voldoet. De nieuwbouw wordt gerealiseerd aan de Professor Bellevoortstraat in Nijmegen. Tegenover de veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Een belangrijke samenwerkingspartner van de GGD. Wij zijn klaar voor carnaval. Dat laten de gemeente Bergendal, samenwerkingsorgaan Carnaval en het Laag en Hoog weten door middel van de carnavalsvlag. Deze werd vrijdagmiddag gehezen aan het gemeentehuis in Groesbeek. De meeste carnavalsverenigingen hebben een prins of prinsessen al bekendgemaakt. De bouw van vele carnavalswagens nadert de eindfase. En dit weekend vindt ook het Slagerfestival weer plaats. Kortom, carnaval wordt weer als vanouds gevierd. Dan kijken we nog even naar de berichten die in onze regio vandaag op de sociale media werden geplaatst. Stadspartij Nijmegen doet een poging om de misverstanden uit de wereld te helpen rondom de plannen voor het Engie-terrein. Het terrein rondom de oude energiecentrale Electrabel. Zo melden ze onder meer dat het een misverstand is dat er een nieuwe gascentrale zou komen. Wel komt er een hybride centrale die elektriciteit opwekt en daarvoor in het begin nog even aardgas zal gebruiken als grondstof. Het hele artikel is te lezen op de website van de Stadspartij. De Nijmeegse VVD laat weten schriftelijke vragen te stellen rondom het verdwijnen van zo'n 1100 parkeerplaatsen in het centrum van de stad. Zo zullen er 350 plaatsen verdwijnen doordat de eiermarktgarage wordt omgezet naar het bewonersgarage. Nog eens 350 plaatsen verdwijnen als het dak van het winkelcentrum De Molenpoort wordt verwijderd. En tijdelijk zullen er ook 320 parkeerplaatsen verdwijnen op de oude stad als daar wordt gewerkt aan de nieuwe parkeergarage. En de gemeente Heumen kondigt op Instagram nog eens haar eerste leefstijldag aan. Die zaterdag zal plaatsvinden in het winkelcentrum Malden. Op deze dag leer je hoe je gezonder en fitter kunt leven en zijn er diverse activiteiten zoals sportactiviteiten, een test en proeverijen.